iedereen, super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van mij. Ik ben Amy. Nou, het is vrijdagmiddag, het is bijna half vijf. En ja, ik ben al een tijdje thuis van het werk, want ik heb van 9 tot 3:15 gewerkt. Dan moet ik meestal altijd op de vrijdag daar turnen heb. En vandaag heb ik niet turnen, dus dan ga ik chillen. Nou, niet echt chillen. Kijk, ik heb mijn koffer ingepakt, want ik ga weer een weekendje weg. Nou, dit weekend ga ik weer gezellig logeren bij Marije op de boerderij. Daar kan ik helaas niet filmen, want het is privacy en zo. En dat snap ik gewoon. Dus ik ga wel filmen. Morgen, want dan gaan we naar Enschede, winkelen weer. Dus dan ga ik sowieso filmen voor jullie weer. Dus ja. Dus mij leek het wel weer leuk om een video te maken voor jullie. Ondertussen heb ik mij alweer omgekleed uit het werk. Ik heb me even lekker opgefrist. Ik heb dit shirtje aan van de Sting. Daar ben ik echt super blij mee. Die heb ik van een vriendin gekregen. En een super leuk rokje. Ik weet niet waar die van is. Maar ik laat het even beter zien in de spiegel met mijn vlogcamera. En ik heb mijn Fila schoentjes weer aan. Die laat ik zo nog wel even beter zien. En natuurlijk panties, anders is het veel te koud zonder panties. En hier doe ik nog een kobertje over, een zwarte. Kijk, deze zwarte, simpele Fila schoentjes heb ik aan. Hij zit echt super lekker. Ik vind Fila schoenen echt super lekker zitten altijd. Oh, ik ga weer met dit clubje naar Enschede. Ja. Hetzelfde clubje als bij mijn feestje, die bleef slapen. Dus ja, het was een super leuke dag. Nu even op de bus wachten. We hebben net nog even gefietst hier naartoe, dus ja. Ja, wij zitten hier in de bus. Richting Haarsweg en dan moeten we nog overstappen naar Enschede. Dus ja. Ik heb nog heel veel verjaardagsbonnen. Die wil ik ook uitgeven. En verjaardagsgeld. Ja. En we staan op de andere bus naar Enschede, naar de stad. Ja. Oh, ik heb allemaal van die verschillende soorten kauwgoms gehaald. Van, hoe heet dat? Babiol. En ja, appel. Marije heeft nou appel in de hand. Ik heb ook nog kikken. Ja, je hebt volgens mij aardbei. Aardbei, deze. En ja, appel. Aardbei en appel. En nog cola. Dus die gaan we nou proberen. Als het welke lekkerste is. Welke het lekkerste is. Want we moeten toch op de bus wachten. Nou, we hebben nu appel in de mond. En het smaakt echt naar appel, of niet, dames? Ja, lekker. Lappat. Kijk, deze lijkt ook op appel, maar dit is echt cola. En hier zitten van de bruine en groene. Zie je dat? Grij. Grij. Nou, dus smaakt echt naar cola, naar cola lolly achter. Dat is cola lolly, als je echt aan die cola likt. Lolly likt. Oh, ja. Tot nu toe vind ik de appel lekker. Appel. Nou, nu heb ik de aardbei in, die is ook wel heel erg lekker, maar de appel vind ik het lekker. Dus we gaan allemaal voor de appel, hè. Appelwinst. Nou, wij zijn nu in de Enschede. En de meisjes die moeten even naar de wc. En wij gaan alvast naar de Sting. En dan ja, komen we daar. Let's go winkelen. En elke zaterdag is de markt en woensdag in Enschede. Dus de Sting. Hutsedeer gaat helaas weg. Heeft wel heel veel zil. Dan gaan we straks nog kijken. Naar boven. Ja, we moeten gaan
Ruikt hij naar vis? Ik weet niet waarom. Nou, nu klaar bij de Sting, nu naar de Primark, ons favoriete winkel. Daar kan ik wel uren kijken. En we willen allemaal dezelfde trui. Ja, dus, ja, ja. Dezelfde trui. Ja. 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 Ja, maar. Ik wil vooral langs lopen. Nou, het meeste hebben we tot nu toe bij de Primark gehaald. En ja, bij New York heb ik alleen nou nog een t-shirt gehaald. Maar nu gaan we eerst even eten bij de Hudson Day en even rondkijken. Bij de Hudson Day is het boven de Laplace, dus daar gaan we lekker eten. Ligt gewoon heel veel pad in, want het CD gaat helaas weg. Misschien als ik een ijswaterloosje vind hier. Ook al mooie kerstspullen hebben ze hier. Nou, wij zitten nu bij de Laplace. Hun hebben een kruidenbroodje en cappuccino. En ik heb appelcake met chocoloni en witte chocolademelk. Witte chocola, Tessa ook. Een broodje, ook hetzelfde als mij. Smullen. Nu zijn we bij de binnenste gedeelte. Hier is allemaal spul wat je kunt proeven, zo. Hey, je mag ook ijs proeven. Kijk, ijs proeven. Ja, Marije en Tessa die gaan met z'n tweetjes en Ilina en ik. Heb ik alleen nog twee broeken gescoord bij de Omni. En nu gaan we naar de Decathlon. Dus ja, gaan we daar nog even kijken. En dan nog even kijken. Kunnen zo meteen nog wel. Zo meteen. Eerst even naar de Decathlon. Want ik moet zo een schoentje zijn. Foei, foei. Zijn nu bij de Decathlon. Met Ilina ben ik bij de Decathlon. En nu even naar turnschoentjes zoeken. En zo'n pakjes. Oh, ik ben nu misschien al even naar goede voetbalschoenen kijken. Want die kon ik bij de Decathlon heel goed vinden. Kijk, dit is super leuk. Schoenen gekocht. Gekocht, ga ze kopen. Dit is voetbalschoenen. Van Puma. Allemaal bubble tea. Lijn of zo is ook de laatste lijmste. Mango. Milkshake. En jij bubble tea. Ja. Welke bubble tea heb jij eigenlijk? Mango, yes.
aardbeien dingen. Oh, lekker. En straks nog bij Happy Italy eten. Ja, en soms kom ik met Tessa en Marije weer. Nou, net klaar met winkelen. Ja, hier heb je ook beauty spul. Ja. En nu naar Happy toe. Happy Italy. Happy Italy. Oké, hier maken ze pizza's. Ik kan gewoon zien hoe ze pizza's maken hier. Open keuken. Ja, ik weet al wat ik neem. Vroeger kon ik pas 9,45 en ik kom dan alleen nog voor de witte zoete wijn. Nee, goed voor de wijn. Heel? Wat? Nee, goed voor de zoete witte wijn. Ja. Ja, ik heb de kerstkaart. Ja. Oh, mooi, mooi. Stel voor met een kruiskaart, hè? Sorry. Moet ik drinken met schade? Pizza lien. De pizza Pollo con Extra heb ik. Dat is deze en die heeft Marije ook. En jullie hebben de Margarita, dames. Dit is smakelijk. Dit is smakelijk. Nou, net het eten op Happy Italy en al nog lekker ijsje bij van de pool. Die is nog lekker las. We hebben geluk. En we zitten hier lekker boven. Hallo iedereen, super super tof dat jullie nog steeds kijken. Nou, het is vandaag zondag en ja, ik ben net thuis. Het is zondagavond trouwens. En ja, ik ben net thuis, ik heb de hond net thuis gelaten en ja, het was echt super leuk weekend. Maar ik moest toen net heel lang op de bus wachten in Eibergen. Dus ja, dat is minder dat ik zo heel lang moest wachten, van 4 tot 5 uur of zo. Ja. Kijk, deze hond heeft mij gemist. Die vraagt nou nog om een eierkoek, want die krijgt ze altijd na de uitlaat. En ja, ik laat jullie zometeen nog zien wat ik gisteren in Enschede heb gekocht. Want dat heb ik nog niet laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Dus soms in de shoplog video. Dus zie ik jullie soms in boven weer. Want daar is mijn studio meestal. Daar neem ik meestal altijd mijn video's op en zo. Nou, ik heb heel veel geshopt. Maar dus ik heb niet heel veel kleding in. Want het viel echt super veel tegen in de winkels. Er waren wel leuke dingen, maar niet echt super super leuke dingen van oh wow, dat vind ik echt gaaf. Maar ja, ik ga in december ga ik nog een keer shoppen met de meiden. Voor kerstmis en zo. En voor de winter. En een beetje voor de zomer weer. Want dan komt de zomer er al haast weer aan. Ik bedoel de lente. Sorry, ik praat een beetje blablabla. Nou. Maar waar ik het meeste heb geshopt is bij de Primark weer. Dat heb ik altijd. Primark is gewoon super goedkope en leuke winkel. Heb ik dus mijn cupdoekjes gekocht. Want die haal ik meestal altijd bij de Primark. Want die vind ik wel fijn en goed. En ik heb echt super leuke zakjes. Met hier van de Bond. En super zacht. Echt super leuk. Ik heb ze vandaag al aangehad. Daarom zijn ze een beetje smerig. En ik heb ook nog panties gehaald bij de Primark. Ik doe meestal altijd een maat groter. Dat die panties best wel klein uitvallen altijd. Maar bij de Primark weet ik dat zo niet. Want de pyjama's bij de Primark koop ik altijd wel een maat kleiner. Dat het te groot is anders. Maar dit is gewoon een simpele zwarte panty. En hier zitten de 2 in. En ik heb ook nog een thermolegging gekocht bij de Primark. Mayo bedoel ik. Voor de winter. Voor een jurk of een rokje of wat dan ook.
En ik heb deze Mickey Mouse zakjes gekocht. Echt superleuk. Hier staat Mickey Mouse en hier Mickey Mouse en Minnie Mouse. En hier heb je alleen Minnie Mouse. Ik kon deze echt niet laten liggen. Ik ben een beetje sokkengek. Ik ben ook echt van de Happy Socks en zo. En ik heb ook nog een paar zakjes gekocht bij de Primark met vosjes. En ja, dit zijn de twee paar. En deze. Super leuk, super, super, super leuk. Weer. En bedzakken, twee paar. Bij de Primark, die kost maar €2,50. Ideaal. En dan heb ik dit superleuke hoofdbandje weer gekocht. Maar daarna, vorig jaar kon ik die mooie rode niet vinden. Dus heb ik deze keer deze mooie meegenomen. En ik heb slime. Maar dat laat ik in mijn andere video zien. Dus die ga ik nou niet laten zien. En dan heb ik ook nog... dit superleuk maskertje gekocht. Ik bedoel slaapkapje, want ik slaap altijd met een slaapkapje. Dat er geen licht doorheen komt. En ik heb nog een resistmaskertje gekocht bij de Primark. En als allerlaatste is deze pyjama. Ik weet niet of je het goed kan zien. Hier zitten van die blokjes, sorry, ik ben moe. Rood, wit en zwart. En hij zit super lekker altijd, de pyjama's van de Primark. Dus dit was het voor de Primark shopblog. En nu laat ik jullie zien wat ik bij de andere winkels heb gekocht. Want ik heb nog veel meer gekocht. Dit was het nog niet. Ik heb bij de Kruidvat heb ik... oorbelletjes gekocht van die ringetjes. Die wou ik al heel graag. En die kon ik laatst niet vinden. En hier zitten van die diamantjes in. Ik bedoel, ja, diamantjes. En ik heb haarconditioner gekocht. Oh nee, niet haarconditioner. Haarkollen. Want deze wil ik gebruiken, zeg maar, voor Halloween. Dit is een pastelkleur. Deze kostte €3 bij de Kruidvat. Meestal van die kleine eigen merk Kruidvat haar color. Sorry, even camera even goed doen. Nou, ik heb bij de Tecate heb ik deze onderbroekjes gekocht. Twee van deze. En die kosten maar €7,50. Super goedkoop daar. De ondergoed. BH's, hemden en zo. En pyjama's, bikinis zijn daar altijd heel erg goedkoop, niet normaal. En ik heb nog twee broeken gekocht. Even kijken, wat ik zei. Oh. Ik heb één broek bij... Atlanta gekocht. Dat is een soort van New York fashion winkel. En daar heb ik gewoon een spijkerbroek gekocht. Want ik had werkbroek nodig. En ik heb niet van die hele dure werkbroeken nodig. Anders is het zonde dat het kapot gaat. Anders doe ik wel mijn gewone goede broeken aan. En dat vind ik gewoon zonde als daar gat in komt of zo. En ik heb nog een broek bij de Vera Moda gehaald. Die was afgeprijsd. Gewoon een spijkerbroek, een beetje basic spijkerbroek. Die tot hier is. Tot, ja, onder mijn knie. Zo voel ik het ook moet zeggen. En deze was maar €10. En ja, en ik heb nu ook een kleinere maat. Ik heb nu maat 25. Ik heb S maat 27. Maar die worden gewoon te uitrekbaar. Net als deze bij de CNH heb vandaan. Sorry, ik zag het helemaal verkeerd. Ik heb deze van de CNA. Die draag ik nu al een jaar. En die zijn te uitrekbaar. En dan zak ik me gewoon de grond af. En dan heb ik... ja. Dus ja, dat wou ik even zeggen. En ik heb een superleuk shirt bij de New York gekocht. Gewoon een simpel zwart shirt. En daar staat ook eens nog New York op.
super gaaf. Ja, staat aan New York State of Mint. Echt super leuk shirt. Ik vind de shirt altijd wel mooi bij de New Yorker. En wat heb ik nog meer gekocht? Oh ja, bij de spatzaak Decathlon kan je trouwens heel goedkope spatspullen halen. Echt aanraden. Nou, wat ik bij de Decathlon heb gekocht is natuurlijk niet deze tas. Of kan, hoewel, kan wel. Maar deze tas heb ik trouwens van de Scapino, die kostte 30 euro. Maar eerst laat ik jullie zien wat ik bij de Decathlon allemaal heb gekocht. Bij de Decathlon heb ik deze turnschoentjes gehaald, want ik had echt turnschoentjes nodig, omdat ik een pirouette op de mat moet doen en ja, dat schuurt gewoon over mijn voeten. En deze schoentjes zijn gewoon handig en makkelijk, want dan ja, je glijdt er meer mee, zeg maar, met een pirouette maken of op de balk of op de ja, mat, wat ik al zei. En deze die kostte 9 euro bij de Decathlon. Normaal kost deze gewoon 40 euro in een sportzaak. En ik heb een superleuk turnpakje gekocht bij de Decathlon. Dit was de enigste die ik echt super leuk vond. Weet je wat ik sowieso heel erg gaaf vind? Hier van die steentjes. En hier is van dat gaasachtig. Dus dan moet ik echt wel een zwarte of een witte BH onder doen. Het is dus een turnpakje met zwart en met ja, die steentjes erop. Paars en roze. Echt super leuke combinatie vind ik zelf. En deze die kostte 40 euro bij de Decathlon. En even kijken... Oh nee, deze kostte niet 40 euro. Met het broekje kostte deze 40 euro. Even kijken waar ik dat broekje nou heb gelaten. Kijk. Dit broekje heb ik erbij gekocht. Ook met dat glittertje. Echt super gaaf. En ik vind de turnpakjes van de Decathlon echt super goed. Want ik heb ook een ander turnpakje van de Decathlon. En die heb ik nou al... een half jaar en ik heb een paar keer gewassen en nog niet faal of kapot of die glittertjes gaan eraf. En bij sommige turnpakjes heb je dat wel. Nou, en ik heb een simpele zwarte vest gekocht. Want zwart past gewoon overal bij en ja, kan ik gewoon een t-shirt onder doen. Of 's avonds als ik het koud heb, doe ik deze lekker even aan. Of na het sporten of wat dan ook. Weet je wel. En ik... Wat heb ik nog meer gekocht? Oh ja, nou weet ik het. Ik heb bij de Scapino dus die roze tas gekocht van de Nike. En ik heb nog voetbalschoenen gekocht. En dat heb ik van mijn verjaardagsgeld gekocht. Die sporttas en deze mooie Puma voetbalschoenen. Ik ben echt super blij mee. Want die andere die ik had, die zeg maar de binnenkant ging tegen mijn botje aan. Tegen dat, ja, hier aan de zijkant van mijn enkel ging die aan. En dat is super pijn. Dus daar heb ik deze maar gekocht. En dus die zijn ook wat betere kwaliteit. En ik heb ze ingelopen en zo. Dus dat is wel fijn, hè? En die kostte trouwens 34 euro. Die waren afgeprijsd. En ik heb bij de Die Grenzen. Heb ik nog wat gehaald voor het werk. Deze koekjes heb ik 2 van gehaald. Van deze cakejes. Want ik eet niet zo heel graag brood. Ik ben niet echt een broodliefhebber. En deze waren 2 voor 1 euro. Dus ik kon deze echt niet laten liggen. Deze zijn echt super lekker. Maar tussen de middag op het werk of op school... En ik heb deze kuppensoep gehaald voor 1 euro. Zitten er 3 in. Serieus, zitten hier maar 3 in. Hier zitten er maar 3 in. Ik dacht dat het er meer in zaten. Ik heb niet goed gekeken. Maar ja, dan haal ik volgende keer wel wat meer.
Dus ja, dat heb ik allemaal gekocht. Dit was mijn shoplog video. Dit was mijn video. Ik hoop dat jullie deze super lange video leuk vonden. Zo ja, dikke blauwe duim omhoog. Nog niet geabonneerd. Zeker doen. En oh ja, ik ben wel eens vergeten. Ik heb bij de Primark ook nog een trui gekocht. Een groene trui. Die zie je zo meteen op de foto met mijn vriendinnen. Want wij hebben allemaal dezelfde trui gekocht. Dat leek ons wel een keer leuk. Om een keer dezelfde trui te hebben. Dus ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Een blauw duimpje omhoog dan. En dan die grappen net zeker doen. En dan zeg ik tot de volgende video. Doei doei!